Over wedstrijden gesproken. Ja. Ik heb nog een pellet patat en kroketten in de vriezer. Jeugdwedstrijden, helemaal niks. En bij die onderlingen had ik de frituur wel uit kunnen laten. Dat spul stond toch toevallig niet een beetje ontdooien, hè? De stank was hier niet aan harder gewoon. Oh, oh. Stroom was uitgevallen. Oh. Daar kan ik niks aan doen. Nou ja, weet je wat het is? Het loopt met de Amstel eigenlijk niet zo lekker met die wedstrijden de laatste tijd. Vinden jullie dat ook niet? Klopt. Jongens, luister nou eens even. Moderniseren, dat kost nou tegenwoordig tijd. En deze nemen we mee. Ja, Wim, dat kennen we. Ja, maar wacht even, jongens. De Amstelmarathon gaat wel met zijn tijd mee. Hè? We hebben een half nummer voor vrouwen toegevoegd. En dat zullen ze weten ook, want ze moeten 5 kilometer meer roeien. Oh, zo. Kijk je dan hoe snel jij van je kroket nou bent. Nou, dat hoop ik dan maar, want ze zijn keurig ingevroren. Ja. Luister, jongens. We hebben er ook nog een nieuwe wedstrijd bij, hè? Ja? De IJmeer Challenge. Ja. Challenge? Ik zou dat geen challenge noemen, hoor. Hebben jullie dat stukje niet gelezen? De wedstrijd is bijna afgelast wegens slecht weer. Als je met zo'n kraan al niet eens door een paar golfjes heen kan komen, wat moet je nou uit zo'n boos opbakken? Nou, ik zou niet eens weten waar dat ding ligt eigenlijk. Je kunt hem ook niet eens opschrijven. Nou ja, weet je, hij ligt in Muiden. Ja. Kan ook in Huizen zijn. Of hij is ergens onderweg. Nou, die boot kan je beter Wim de Zwerver noemen. Ja, en die roeien daarin? Zeker dat bekende elitaire clubje. Nou, voor ons gewone leden is dat gewoon een ver van een clubshow. Ik wil het niet afkraken. Oh, maar... nee, je mening is kraak. Ja. Wil je het nou een doosje gasten, oké? Gadverdamme, man! Heb je dat nog over van een zwoegenslag of zo? Ja, ze bedoelt die Schipholgansen, gesneuveld voor de KLM. Zwoegenslag? Is dat een etentje? Ja. Hebben jullie daar gans gegeten? Ja. Was dat lekker? Heerlijk. Nee, vooraf kregen wij gans. Oh, lekker. En weet je, als hoofdgerecht kregen we ook gans. En drie keer daar dat was toetje kregen, gans. Nou, dat is dus kans normaal, ja. Ik heb die smaak nog steeds in mijn mond zitten. Ja, weet je wat we volgend jaar krijgen op de zoekerschap? Nou? Vlotgansen. Vlotgansen bedoel je? Ja. En ze schijnt er ook nog al die vlotten onder. Dat was toch een jubileum cadeau van onszelf? Die ganzen? Nee, die vlotten. Oh. Nou, die bevallen me niks hoor, die vlotten allemaal. Dat lijkt zo wel een soort kermisattractie. Je kent het wel. Dat is zo'n wiebeltrap waar je omhoog moet. Nou, welke kwalen erop staat, ik. Oeh, dat gaat weer. Meneer is weer eens uit balans. Dat net was hij ook al overprikkeld. Ja, weet je wel zeker dat je niet gewoon aan de zand was? Zeg, blijven jullie zo negatief? Volgens mij is het tijd voor een deuntje. Oh.